Zo wordt de volgende Citroën DS3. Een gesprek met SEAT-CEO Jürgen Stackmann. En is dit de autorij van de toekomst? Welkom bij het Autoweekjournaal van dinsdag 21 april. Een heel bijzondere week, want voor het eerst sinds jaren is er weer een echte autorij in Nederland. Voor die gelegenheid zenden we dan ook uit van onze eigen stand hier in Amsterdam. Maar eerst gaan we terug naar een eerdere beurs, namelijk Genève 2015. Want daar lanceerde Citroën een eigen submerk, de DS. Dat deden ze ter gelegenheid van de onthulling van de volgende generatie DS5. Maar eigenlijk had die eer te beurt moeten vallen aan de DS3. Want het is met dat model dat Citroën in 2010 de DS-reeks lanceerde. De DS3 was meteen een groot succes, wat alleen al bleek uit het feit dat in 2011 een heleboel liefhebbers vanuit heel Europa naar Frankrijk kwamen om de eerste verjaardag van een nieuwe lieveling te vieren. De DS3 is inmiddels gefacelift en dat betekent dat hij nog wel een aantal jaren mee moet. Maar dat belet ons niet om alvast een stukje in de toekomst te kijken. Het belangrijkste nieuws daarbij is dat de volgende DS3, dat vertellen onze bronnen in Frankrijk al, ook leverbaar wordt als 5 deurs. En dat is heel slim van Citroën, van DS. Want de grootste concurrenten, de A1 van Audi en de Mini, zijn ook leverbaar met 5 portieren. Verder is belangrijk nieuws dat de volgende DS3, terwijl de huidige nog op een 15 jaar oud platform staat, een compleet nieuw platform krijgt. Alle ins en outs lees je in de nieuwe Autoweek die woensdag in de winkels ligt. Seat had eerder deze week hoog bezoek op de stand. Niemand minder dan CEO Jürgen Stackmann kon kijken hoe wij het in Nederland doen. Roland greep de gelegenheid aan voor een interview. How do you feel the relationship between SEAT and the Netherlands is? It's very, very strong. I'm in position now for 2 years. We've seen great success of the brand in the last 2 years. We've been growing double digit in the last 2 years. And I'm happy to say, especially news from today, that we had a record quarter, first quarter for 2015 as well. We've growing another 10% with the majority of growth coming from Europe. We are growing by 16% in all of Europe in registrations. Mm-hmm. So the brand is really prospering. We have a huge momentum here. And we had a great year last year with our brand here, driven by the ST, the body type, combi body type of the Leon. So there is a great future for the brand in this country. What can you tell about the future of your brand? We have basically been able to establish Leon as a second strong pillar of the brand. Mm-hmm. So basically, if you look into the SEAT brand today, we have Ibiza, that's actually the brand that actually is well known and attached to the brand. We now have Leon as a complete family. And starting next year, we'll have basically the start of our SUV lineup. So in Geneva next year, we'll introduce the first crossover SUV of SEAT, which is the foundation for the third strong pillar of the brand. There's more to come, too early to talk about that. Mm-hmm. But clearly, we're now on the horizon of fast renovation and innovation of our portfolio with entering the biggest single market of Europe, which is right. The SUV crossover market. Right. So you should see us continuous growing in the next years. The Dutch market is a difficult market, of course, due to tax advantages or disadvantages. Does that make the Dutch market difficult? I would say it's interesting. It's a very challenging market because the law and the registration law, the tax law has changed so quickly and it's ever changing. You see this with the dynamics in the marketplace. You're the winner for 1 year and if you can't get to the next stage of CO2, which I think from a public point of view say it should be easy to get there, right. We are actually exploring the limits of what's technically feasible. It's very tough to meet the challenging norms to get the big sort of leverage of 14% tax advantage advantage here. So it's challenging, it's interesting, and I'm happy to see that by 2016 the government has actually changed the policies to provide a little more stability for us as manufacturers. We are investing huge amounts of money in our technology, yeah. But obviously we're not doing that on a 6-month basis. We have to have stability of planning, and the government is, I think, has finally come to realization for that. But we see Netherlands as a challenge. I think it's not always fun to right. deal with the changing environment, but we have a great team and the brand is, I think, purpose made to be a success in that. Op onze beursverslagen van de afgelopen dagen heb je kunnen zien dat de rij weer als vanouds gezellig en de oude traditie is. En bij mij aangeschoven is Steven van Eyck, voorzitter van de rijvereniging. Steven, wat is jouw eerste bevinding? We zijn bijna halverwege nou. Het is gewoon een feestje.
als je hier rondloopt en je voelt hoe men eigenlijk weer emotioneel betrokken is bij de RAI die zo lang is weg geweest, die autorij die dateert van 2011, maar eigenlijk al 100 jaar daarvoor, dan merk je dat die vaders weer trots lopen met hun kinderen, dat mensen weer dingen lopen uit te zoeken. En ik merk ook eerlijk gezegd aan de standhouders en de exposanten dat ze er heel positief in zitten. Ja. Overigens ook bij jullie, we hadden daar net in het voorgesprek ook al even over, je ziet bij Autoweek dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja maar dat is leuk, die emotie wil ik ook thuis hebben, dus die abonnementen lopen kennelijk ook goed. Ja. Gefeliciteerd ermee, ja, mij zou je geen abonnement kwijtraken, want dat heb ik al. Ja. En dat is natuurlijk terecht. Ja, nee. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hè, het is, de RAI is een beetje zoekende geweest, lijkt het wel. In 2009 hadden we wat een beetje onderbiedige container-RAI werd genoemd. In 2011 hadden we de werelden, 2013 werd het afgeblazen. En nu is het weer eigenlijk echt feest weer en mooi en leuk. Ja. En is dit nou de RAI zoals die klaar is voor de toekomst wat jou betreft? Dat zou heel goed kunnen. Wat je ziet is dat in 2012 is het uiteindelijk in november afgeblazen. Dat was een deceptie van heb ik jou daar. En toen is iedereen gaan denken van hoe kunnen we nou dat concept weer herijken op een manier waardoor je toch in een tijd waarin het ook af en toe crisis is gewoon wat goedkoper uit bent. Want die megalomane paleizen kom je hier niet meer tegen. Nee. Het is allemaal volgens een nieuw concept waarbij de auto centraal staat. Dat hebben de consumenten ook gezegd in onderzoek. Wij willen auto's zien, wij willen auto's beleven. En waarbij je tegelijkertijd ziet dat door dat concept iedereen aanhaakt. Hier staan 92% van de volumemerken. Dat is ongekend, hebben we nog nooit eerder gehad. En daarnaast heb je natuurlijk niche-merken, je hebt het innovatielab, je hebt tal van andere dingen die men hier ook letterlijk kan beleven. Auto is emotie, auto is beleven en je merkt dat enorm aanslaat. Dus ja, ik denk niet alleen dat het voor de toekomst het concept zou kunnen blijven. Ik denk dat dit concept ook wel eens in het buitenland zou kunnen aanslaan. Want je ziet dat die grote autofabrikanten die zeggen jongens, Brussel, Genève, Shanghai, verzin het maar. Maar niet meer Amsterdam en niet meer een aantal Volvo heeft bijvoorbeeld al gezegd dat ze dat niet meer doen in de toekomst. Dat klopt, ja, maar ze staan hier dus wel. Ja, ja. En ik ben natuurlijk met die fabrikanten en die importeurs ook in conclave. En ik heb ze ook uitgelegd, zie nou eens wat voor budget dit kost. Ja. En dit is gewoon een budget dat moet je halen uit je marketingkosten, je communicatiekosten en dan moet je hier 2017 weer staan. Want wat mij betreft staat dat als een paal boven water. 2017 moeten we al die honderdduizenden mensen die hier langskomen weer tevreden stellen met de nieuwste modellen en de nieuwste technieken. Steven, dankjewel. Heel veel succes verder. Heel graag gedaan. Tot zover onze speciale uitzending vanaf de Autorij 2015. De beurs duurt tot komende zondag, dus zorg dat je als je er niet geweest bent nog even langskomt. En kom dan vooral ook bij ons op de stand. Daar kun je met mij of mijn collega's in gesprek gaan. En nog belangrijker, je kunt deze prachtige Porsche winnen. Leuk dat je keek en graag tot volgende week.